Heb je dat ook wel eens, dat je bang bent dat het niet goed komt? Ik heb dat wel. En dan voel ik altijd meteen ook in mijn lichaam. En dan voel ik een verstrakking. En dat is wat angst doet. Het houdt ons bij elkaar. Net als dat je schrikt of er gebeurt iets ergens. En dan hou je adem in. En dan komt daarna altijd weer die uitademing. En het mooie is, als wij bewuster worden, als jij bewuster wordt van jezelf en van de mechanismes van je geest, van je denken, van je ego. Als je bewuster wordt van die mechanismes, dan ga je eerder herkennen en erkennen wat er gebeurt. Dat je geest misschien die kant op wil, maar weet altijd, hij kan ook weer die andere kant op gaan. En angst maakt altijd dat dus je lichaam gaat verstrakken. Nou, als jouw lichaam zo doet, dan heeft hij zo die tunnelvisie. En dan is het zoveel moeilijker om die ruimte, dat geheel wat er ook is, om dat aan te kijken. En het is voor iedereen hetzelfde eigenlijk. Alleen heeft ieder mens, de 7 miljard mensen of bijna 8, we hebben allemaal onze eigen gedachten. En je kan niet die gedachten van die anderen veranderen. Dus het begint altijd met bewust worden. Welke kant gaat mijn brein, mijn denken eigenlijk op? En om dat eigenlijk soort zekere te weten, heb je dan het lichaam als soort check van, hey, hoe zit het? En het is zo waanzinnig gaaf als jij ruimer gaat ademen. Als jij je adem bevrijdt van die strakheid. Oh my god, daar word ik zo enthousiast van. Want dan heb jij gewoon een ander leven. Dat kan, echt waar. Je kunt het zelf. En dat wil niet zeggen dat je alles zelf moet doen. Vraag hulp. Ga naar een ademcoach. Ga naar iets wat in ieder geval door jouw adem vrij gaat stromen. Want als je angst hebt en het zit strak, dan kan je echt waar weer vrij gaan ademen. En daarom ben ik ook super fan van de verbonden adem. Want die maakt gewoon dat jij die oude, ineffectieve, emotionele, vastzittende problemen die vastzitten in het lichaam, dat je die kan laten gaan. Zonder dat je daar allerlei psychotherapie voor hoeft te hebben. Wat niet wil zeggen dat psychotherapie niet goed is. Absoluut wel. Maar het is een soort en-en. Dat je het en in je geest op een rijtje krijgt en je lichaam bevrijdt. En daarom ben ik ook zo dolblij dat ik in de opleiding, de ademcoachopleiding die ik geef bij Herleva, dat daar steeds meer en meer psychologen en fysiotherapeuten, maar ook longverpleegkundigen in de opleiding komen. Ja, is toch geweldig? Omdat ze zoiets hebben, ja, er is meer dan alleen maar dat ene vanuit de reguliere wereld wat we kennen. Nou, anyway, ik ga heerlijk weer uitweiden, maar ik wou het gewoon eventjes met je delen. En de belangrijkste zin die ik altijd heb voor je is, voel wat je voelt en adem door.